Als het aankomt op het tegengaan van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus, hanteert het ministerie van Volksgezondheid het principe voorkomen is beter dan genezen. Minister Amar Amadin van Volksgezondheid zegt dat de Manaus-variant van het COVID-19-virus nu circuleert. Deze variant is besmettelijker voor jongere leeftijdsgroepen. Ook kinderen kunnen ziek worden en overlijden. De bewindsman benadrukt dat niemand meer bespaard blijft van COVID. Het besluit om scholen te sluiten, ook bijvoorbeeld dat welke besproken is, dat is een besluit ingegeven door advies van het OMT. En dat volgen wij op. En we zijn er allemaal over eens dat we van onze kinderen houden, dat we ook onze kinderen willen beschermen. We willen niet in de situatie komen dat we oneindig gewoon toelaten dat onze kinderen worden blootgesteld, vooral niet op scholen. En dat wij straks IC's vol hebben met kinderen, dat wij straks afdelingen hebben met kinderen en dat ook onze kinderen verliezen in COVID. We hebben al genoeg verloren in de COVID-strijd. Ik denk dat het voor ieder belangrijk is dat het een nationale zaak is. En dat wij uit voorzorg zeker opmerkingen hebben gemaakt in de richting van besmettingen bij kinderen. De bewindsman wil niemand angst aanjagen. De informatie dat kinderen op de intensive care zijn opgenomen is volgens hem verkeerd naar buiten gebracht. Hij zegt dat er wel een persoon van 16 jaar is opgenomen, maar in de medische wereld wordt een 16-jarige als volwassen beschouwd. Want binnen de medische wetenschap is een grens voor een kind 12, 13 jaar. Dus 16 jaar is feitelijk volwassen in de medische wetenschap. Ik denk dat daar we heel eerlijk over moeten zijn dat dat gewoon een feit is welke niet te maken heeft met de acute situatie. Het is iets inderdaad dat een post-terug heeft plaatsgevonden. Ik ben daar heel eerlijk over. We hebben geen behoefte om te manipuleren in data. Wat we wel hebben gezegd, u hebt het zelf aan de kinderartsen gehoord, er zijn kinderen opgenomen in andere ziekenhuizen, met name Nikeri. Dat heeft dokter Kloof toen zelf gezegd. Trouwens, dokter Kloof en ik hebben heel goed contact hierover. Maar niet zuurstofbehoeftig zijn. Dus de kinderen zijn opgenomen ter observatie, maar niet zuurstofbehoeftig zijn. Het verschilt per ziekenhuis een beetje, per kinderarts die besluit als een kind wel of niet met COVID opgenomen moet worden. Er zijn 523 kinderen besmet geweest in de afgelopen periode. Wij houden die trend bij en kijken als we nu misschien, en ik heb ook al afgesproken met ze, dat de infectiologen ook kijken om monsters van kinderen te sequencen. Om te kijken als we varianten hebben bij kinderen. Minister Amar Amadin van Volksgezondheid, vandaag voor aanvang van de raadsvergadering.